Omstreden seks- en drugvakantie verplaatst naar privé-eiland. Omstreden seks- en drugvakantie verplaatst naar privé-eiland. De vierdaagse seksreis van het bedrijf Groot Gero's Company is verhuisd naar een privé-eiland om toch door te kunnen gaan. Colombia had een vakantie van $5000, €4270, inclusief 60 prostituees, drugs, condooms, alcohol en eten in de buurt van havenstad Cartagena verboden. Het stevige feestje zal nu van 24 tot 27 november plaatsvinden op een eiland in de Cariben. Welgeteld 23 mannen uit Amerika, Canada, Dubai, Frankrijk, Australië en een popster uit het Verenigd Koninkrijk hebben zich aangemeld. De organisatie heeft ze ingelicht over de nieuwe locatie. We hebben toestemming om met toestemming op deze locatie wel door te laten gaan, zegt een woordvoerder tegen de Britse krant The Sun. Met een zwoele video vol vier impressies van de seksvakantie maakte de reisorganisatie in oktober de nodige reacties los. De Colombiaanse autoriteiten dreigden deelnemers aan de uitzonderlijke reis te deporteren als ze zouden gaan. Onaanvaardbaar dat ze ons als seksuele bestemming willen verkopen. Dat is niet het toerisme dat we vertegenwoordigen, gaf lokale burgemeester Sergio Londoño eerder als reactie. Er zijn overigens nog plekken vrij voor Sex Island. De woordvoerder claimt ook dat er een nieuwjaarsfeest wordt georganiseerd met eenzelfde concept, 60 dames en 30 tickets. Met seksuele verrassingen, vuurwerk, etc. en het wordt het spannendste nieuwjaarsfeest ter wereld.